En zal ik in de camera kijken? Bijvoorbeeld. Nou, welkom bij Collectief Walden. Walden maakt voorstellingen, installaties en kunstwerken in de natuur, over de natuur. Eindhoven heeft eigenlijk altijd met zijn rug een beetje naar de Dommel gestaan. Niet echt erop gelet, heeft afvalwater erin geloosd. En heeft eigenlijk niet gezien wat voor mooi stuk natuur er eigenlijk door het centrum van Eindhoven stroomt. Sinds een jaar of 2, 3 is dat een beetje omgedraaid en beginnen we de Dommel meer te zien als een sieraad voor de stad. En we beginnen het ook te zien als natuur. We hebben hier een stukje natuur gekregen. Ook dit eilandje is nieuw. Dat is omdat er een arm is bijgegraven, is het een nieuw stukje natuur. Daarom vonden wij het als natuurkunstgezelschap wel leuk om daar nu iets bij te doen op de Dommel. Onze bioloog die daar zit, Thijs, heeft onderzoek gedaan naar zangvogels. En hij kwam er eigenlijk achter dat zangvogels in vrijwel alles 10 keer zo snel zijn als mensen. Dus waar wij met een beetje geluk 80 jaar worden, worden zangvogels 1 jaar of 7 of 8. En mijn hartslag nu in rust is 70, als het goed is. En bij zangvogeltjes kan het al gauw 700-800 keer per minuut zijn. Ook zijn ze al na 1 jaar geslachtsrijp, kunnen ze een ei leggen en zich voortplanten. Dus het lijkt wel alsof ze een heel mensenleven proberen te leven in een bestek van 7 of 8 jaar tijd. Mm-hmm. Dus we hadden een beetje de hypothese opgesteld dat vogels met alles 10 keer sneller zijn. En met die vraag of met die veronderstelling zijn we naar het gezang van vogels gaan kijken. We hebben dus opnames gemaakt van hele normale vogels die hier in de buurt zijn. Merels, zanglijsters, chifchafs, koolmeesjes, pimpelmeesjes, roodborstjes, van alles. En dat hebben we, die opnames hebben we 10 keer vertraagd. Mm-hmm. En wat we dus in het vogelhuis doen, is je kunt luisteren naar opnames van zangvogeltjes. Die vertraagd zijn en u kunt het dan meteen imiteren. Want het komt binnen het bereik van onze menselijke stem als het vertraagd wordt. Want het wordt ook lager. Die frequentie kunnen wij makkelijk aan. En wat u dan zelf heeft gezongen, die uw imitatie, wordt weer 10 keer versneld. En u komt daarmee dus te klinken als een vogel. U hoort uw eigen stem zoals die klinkt als u een vogel zou zijn. Dus dat is de installatie. Mooi. En wat is jouw naam? Mijn naam is Thomas. Thomas? Ja. Oh, niet mijn keel! Maar als je goed luistert en goed zingen kan, dan lukt het zo. Anders doe je een meel. Een meel, ja? Dus een beetje woehoehoehoe, dat soort geluiden moet je dan maken. Goed? Oké.